Mama vindt dat papa gevaarlijkheid, maar ik vind dat hij geweldigheid. Kinderen doen verslag van volwassen rijgedrag. Mama is heel vaak gestrest. Ja! En dan wil ze heel erg snel rijden. Dat doet ze dan ook heel vaak. Mijn moeder rijdt altijd harder dan mijn vader. Mijn vader rijdt altijd langzamer dan het mag. Tarita, ik zit lekker in de auto. Hij wil de benzine besparen. Ben je dan gewoon te laat? Soms. Mama krijgt heel vaak bekeuringen omdat ze heel hard rijdt. Toen we naar Bololand gingen, toen had hij de heenreis een bekeuring. En dat terugreis ook een bekeuring. Als we naar de rotonde, boem, en dan gaat hij weer boem. En dan zegt mama, nee, niet door, want dan gaan we dood. Ambulance! Mijn papa die heeft nooit zo'n zin om in de file te staan voor een stoplicht. Je mag niet rood rijden. Dan moet je een bonnetje en dat je in de gevangenis moet. En dan kan je ook een motsing krijgen. Ja! Mijn vader die kijkt er heel goed uit. En als kinderen stoppen, dan gaat mijn vader zo naar achteren. Want hij vindt het wel zo netjes om mensen wel eerst voor te laten. Oude mensen, die rijden ook heel gek. Nee. Ja. Gewoon op de rechterbaan, 80 rijden, terwijl dan niemand meer langs kan. Sikkel! Doe dan sikkel!